Ja, na al het game over geweld, de apocalypse dating voor geeks, dacht ik van, ik ga even voor wat vrolijkers, wat lievers, een strip die over de natuur gaat. Ja, dan kom ik geweld tegen katten tegen. Ik ben een kattenliefhebber. Maar ja, tegelijkertijd, oké, ik vind het natuurlijk ook wel zielig als die kat dat vogeltje pakt. Hè. Dus ja, ik kan het wel een klein beetje snappen. Het derde, eigenlijk het vierde album van Yasmina is uit het Bloembombardement. Ja, dat klinkt ook alweer zo gewelddadig. Game over, apocalypse, bloembombardement. Dat bloem maakt het dan wel een beetje wat liever. Wat dat is, dat ga ik zo meteen heel even laten zien als ik wat meer over het verhaal vertel. Even de achterkant, prachtige tekening erop. Ik zei al, hè, officieel is het eigenlijk het vierde album van Yasmina, want hier is het mee begonnen. Yasmina en de aardappeleters, een graphic novel waarbij Yasmina werd voorgesteld, haar vader en... deze twee, dat zijn ook vrienden van Yasmina die allebei op hun eigen manier met tuinieren bezig zijn. Dit is een wetenschapper die allerlei uitvindingen doet die met voedsel en met planten en dergelijke te maken hebben, die ook een belangrijke rol hierin speelt. Nou, dit was een heel tof boek, een graphic novel, maar daarna kwamen de strips, zeg maar even. Want Yasmina kreeg een vervolg als stripboek. Heel bijzonder eigenlijk die overstap. Nou, dan hebben we dus het eerste deel. Het tweede deel. En wat hierin gebeurt, dat honger als een konijn, dat heeft weer zijn gevolgen in het volgende. Ja, wat ik ook weer zie even. Hè? Dit is een matte cover. Dit is ook een matte cover. En hier stappen we dan over op een glanzende cover. Dat soort ja, ontwerpbeslissingen, dat snap ik dan niet altijd. Want ik had zoiets van, ja, laat die covers mooi mat zijn. Ik vind persoonlijk dat veel mooier werkt. Prachtig werk van Wouter Mannaert. Ik bedoel, wat dat betreft is het een fantastische tekenaar en hij schrijft heerlijke verhalen. En dat doet hij hier ook weer. Nou goed, dit hebben we al gezien. Dus we gaan heel even verder. Nou goed, Yasmina is natuurlijk altijd wel met eten bezig. Dan gaan ze even hier naartoe. En hier kom ik weer even op die link met dat vorige deel. Want toen was er een enorme konijnenplaag. En ook... Stop Frankenstein food. Want er worden experimenten gedaan met eten. Nou, dat is dus die wetenschapper die dat doet. En je ziet echt gigantisch groot eten. Maar goed, voor die konijnen is dat natuurlijk wel goed. Alleen, de meningen zijn daar een beetje over verdeeld. Hij wil eigenlijk dat die konijnen gewoon uit de kooien mogen. Een reservaat worden. Nou, daar komt een beetje de discussie over. En uiteindelijk gaat Yasmina, die gaat daar wel iets mee doen. En hier heb je dan weer, ja, wat dat betreft qua tekenen is het gewoon heel erg mooi. De uitvindingen die gedaan worden is een soort, een soort snel groeimiddel dat binnen een hele korte tijd planten heel groot kunnen worden. Nou, dit is ook even mooi waarin Yasmina even leert dat er ook gewoon vlakbij haar in de buurt... een enorme diversiteit aan leven is. En hoe ze dat doen, dat is wel heel erg mooi. Want licht trekt dieren aan. En dat geeft Wouter de kans om dan even zo'n prachtige plaat te maken. Met allerlei vlinders en dat soort beesten. Ja goed, en zo leer je ook even wat meer over de motten. Dat daar ook verschillende soorten in zijn. En ja, dat die niet... Dat geen saaie beesten zijn, zeg maar even. Maar er zijn meer mensen die zo bezig zijn met hun strijd. De een wil konijnen de vrijheid geven. De ander die zet zich af tegen het feit dat er steeds meer gebouwd wordt in de stad. En steeds minder groen komt. En overal het groen plaats moet maken voor het grijze beton. En dan komen we even hieruit. En dit is even dat bloembombardement. Want die aardappelschieter die je aan het begin van het verhaal zag, die brengt deze twee dames op een idee. Dus zij hebben zaden. Er zijn balletjes van gemaakt. Nou, een goede lanceerplek gaan vinden. En van daaruit gaan ze die dus laten schieten. En gaan ze daarmee proberen ervoor te zorgen dat die op allerlei plekken neerkomen. Zodat daar
van alles gaat groeien. Nou ja, goed, vooral heel veel aandacht even voor waar dat allemaal terecht komt. Niet altijd op de goede plekken. Maar ze gaan wel even door ermee en ze gaan het even wat grootser aanpakken. En ze gaan dus inderdaad gewoon kantoorpanden gaan ze proberen te vergroenen. En je ziet het, hè? Het zijn er nou niet één, maar het zijn er meteen drie. En zo gaan ze hiermee bezig. Maar, ja, er zitten nog wat meer verwikkelingen in die ik natuurlijk niet ga vertellen. Want ik wil geen spoilers geven, maar er zijn ook nog wat andere mensen die ideeën hebben daarover, over dat bloembombardement. En die daar op hun eigen manier mee bezig gaan en niet altijd even goed nagedacht hebben over de gevolgen van hun daden. Nou, ik vond dit ook wederom weer een heerlijk album om te lezen. Het is prachtig getekend. Het is een strip die echt vooral ingaat op de liefde voor de natuur, op gezonde voeding, op dat soort zaken, maar zonder prekerig te zijn, maar gewoon echt op een hele leuke manier. Ik vind het super tof dat Wouter Mannaert lekker door kan gaan met deze strip, dat het niet gebleven is bij een graphic novel, maar dat hij lekker voortborduurt met deze strip. Ook hiervan zeg ik, laat deze strip nog lekker een tijdje doorlopen, want de verhalen zijn om van te smullen, om maar even in de juiste termen te blijven. Jasmina, het bloembombardement, ligt bij de stripwinkel. Ga hem inkijken, maar vooral ga hem halen, ga hem lezen. Ik wens je heel veel leesplezier, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Jasmina, het bloembombardement. Jasmina, het bloembombardement.